dynamiek in een gemiddelde treincoupé. Geen contact. Iedereen zit in zijn eigen wereld. En we lijken allemaal zo verschillend. En natuurlijk zijn we dat ook. Ieder mens is uniek. Maar we hebben veel meer met elkaar gemeen dan we denken. En juist die overeenkomsten binden. En hoe meer verbinding, hoe mooier de wereld. Daarom ga ik vandaag in de trein op zoek naar reizigers die elkaar niet kennen. En die ga ik een uitdaging geven om zoveel mogelijk overeenkomsten te vinden. En het duo met de meeste overeenkomsten, dat wint de aflevering en is het treinstel. Hoi. 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 Mag ik jou wat vragen? Ik ben op zoek naar mensen die elkaar wat beter willen leren kennen in de trein. Ja, prima. Kennen jullie elkaar of niet? Nee. Nou, ik heb meteen al een duo. Hoi. Jij zit zo in je eigen wereld, hè, met die koptelefoon op. Ik heb iemand, hoor. Ik ga het even gezellig maken hier. Ja, het is een hazenbakje. Sorry. Succes, jongens. Ja. Maar, Even kijken. Ja, dat is lastig, hè? Ja. Naar welke school ga je? Ik zit op een Deltion. Oh, je zit ook op Deltion? Nou, we zitten bij elkaar op dezelfde school, ja. Ik heb rechten en orthopedagogiek gedaan. En daarna specialisatie als relatie- en gezinstherapeut. Oké. Okay. Ik zit nu in mijn eerste jaar, toegepast psychologie. Ik vind het ontzettend leuk om mensen te helpen. Mooi. Ja. Ja, vind ik mooi. Wat is waarvan je dacht van nou, daar heb ik echt geluk mee gehad? Dat ik toch nadat ik gewerkt had ook toch weer naar school kom. Om wel zeg maar, mijn droom na te kunnen leven. Ik ben op zich wel een fan van films. Echt, wat is de laatste film die je gezien hebt? Dat is een film van Quentin Tarantino. Dat is een van mijn favorieten. Nou. Ja. Oké, okay, leuk. Ik denk dat ik niet mag klagen. Hoe was het om dit te doen? Ja, toch wel een beetje spannend natuurlijk. Maar ja, het is wel leuk om inderdaad toch even contact te maken met mensen. Dat je dan uit je element uit je bubbel gehaald wordt, om het allemaal zo te zeggen. Ja. Om dat dan in één keer zo te gaan doen, dat is als even wennen, even inkomen. Maar... Ja, en ook wel verrassend. Ja, toch wel inderdaad. Er zijn toch wel overeenkomsten. Die je niet... Quentin Tarantino, ja. Dat was... ik wou zeggen. Quentin Tarantino. Ja. Mijn favoriete regisseur. Ja. Ja. Dat is dus al één. Ja. Ja, maar ook echt een hele specifieke, zeg maar. Psychologie, hè? Ja, psychologie. Ik werk in het veld. En... Ik studeer nu. Zwarte koffie. Zelfde school. Familielid in Den Haag. Allebei Deventer. Hey, maar 3 overeenkomsten dus. Ja, en daar stopte het volgens mij. Ja, wel ongeveer. Nou ja, ja. Allebei stap op zaterdag. Wat was er nog meer? Ik ga naar de sportschool. Dus het is niet mijn favoriete ding. Nee, maar je fitness wel. Ja. Ja, nee. Ik ben een goede bui vandaag. Ja, ik ben Thijs trouwens. Ja. Sander. Ja. Hey, ook leuk. Ja. Handig. Missie geslaagd. We hebben 4 reizigers uit hun bubbel gehaald en daarvan hebben er 2 gewonnen. Heren, gefeliciteerd. De dagkaarten komen jullie kant op. Tot de volgende. Nou, ik vind het best een beetje ongemakkelijk zo. En waarom dan? Nou, als jullie er niet hadden geweest, had ik nooit hier gaan zitten en zomaar met iemand zo'n gesprek voeren. Nee.